En we gaan beginnen. AXC binnenkomen in arbeidsstap. Nou, ik ben natuurlijk net voorbij de A, dus ik draai hier maar een foltertje. Tessa die filmt, dus is het wat wiebelig. Ze heeft echt heel erg haar best gedaan en daar ben ik er heel dankbaar voor. En alleen voor, die hoor je nu even niet. Maar je hoort mij met het commentaar. Ik ga op AXC dus binnenkomen. Het is de eerste keer dat ik een proefje rijd na de operatie van Verona. Het bleek toch wel redelijk emotioneel te zijn. Dus ik doe mijn best en Verona doet ook haar best. De volgende is... Binnenkomen had ik overigens een 7 voor. Dan tussen X en G overgang arbeidsdraf en daarna C linkerhand. Daar krijg ik een 6,5 voor en er staat bij recht houden. HK gebroken lijn 5 meter. En hier krijg je 6,5 voor met het commentaar impuls. Het mag dus wel wat vlotter. Nou, Verona is normaal gesproken zo vlot dat ik al blij was dat ze luisterde. We gaan FE van hand veranderen. Ook hier krijg ik 6,5 voor. En ook hier staat weer impuls. Nou ja, dus we hebben in ieder geval op de letter gereden. En ze loopt redelijk ontspannen. Dus dat vind ik al heel wat. En nu komt er MF, een gebroken lijn 5 meter. Hier krijg ik een 7 voor. Dat betekent dus dat de impuls bij deze gebroken lijn beter is dan dat de impuls was bij de vorige gebroken lijn. Nou, ik zie het verschil niet zo heel erg, maar dat kan natuurlijk aan mij liggen. We gaan nu naar EBE grote volte en na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken. Hier krijg ik een 5 voor en hier staat moet constanter dalen. Nou, ik denk dat je dat wel gaat zien, want Verona en dalen, dat lukt wel, maar ze gaat niet in één vloeiende lijn. Kijk, ze gaat weer omhoog. En dan moet ik toch weer zeggen, nee, we gaan naar beneden. Dus het was toch niet helemaal zoals het hoort. Tussen E en H, teugels op maat. Hier krijg ik gewoon een 6 voor, niks bijzonders. Dan gaan we naar CXC grote volte en daar krijg ik een 6,5 voor. Op de volte tussen X en Z arbeidsklok rechts aanspringen. Je krijgt een 6,5 voor. En ook hier staat impuls bij. Dus ik ga even meekijken. Dat is wel netjes. Misschien moet ze steviger aanspringen of zo. Maar ja, daar heb ik toch geen verstand van. BEB grote volte. Je krijgt een 7 voor. Dus ik ga ervan uit dat dat dan gewoon netjes is. Uiteraard zijn er dan dingen die je beter kunt doen. Maar als ik een 7 haal, ben ik momenteel al blij. Even kijken hoor. Dan gaan we tussen F en A, overgang arbeidsdraf. En ik heb een 6 voor. Dit moet vloeiender. We gaan even meekijken. Ja, die snap ik wel. Dan gaan we KXM van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. En dan ziet ze te weinig verruiming. Ja, ik snap wel wat ze bedoelt. CXC groot volte. Ik krijg een 5 voor omdat ik een storing geef. Even een storing zoeken. Oh, dat komt omdat ze. Ja, weet je, zij wilde al in galop en ik nog niet. Dus dat is inderdaad een storing. Op de volte tussen X en G vervolgens arbeidsgalop links aanspringen. 6,5 mis impuls. EBE grote volte. Nou, die grote voltes, die kan ik wel. Want daar krijg ik een 7 voor. En dan tussen K en A, overgang arbeidsdraf zometeen, een 6, want dat moet vloeiender. Dus op de volte de galop, dat gaat op zich helemaal prima. Maar als ik straks tussen K en A weer terug ga naar de arbeidsdraf, dan gaan we zien dat het niet vloeiend gaat. Al dus de jury, even kijken. Ja, een beetje hobbelend. FE voor E, oh FE van hand veranderen en dan voor E, overgang arbeidsstap. En dan krijg ik een 7 voor. Ik kies ervoor om toch nog een stukje eraf door te rijden, zodat ik er wat netter aan de teugel krijg en dan over te laten gaan naar draf. Naar stap, sorry. En dan tussen H en C overgang arbeidsdraf. Ook daar krijg ik een 7 voor. Ja, we reden zo lekker toen al, dat eigenlijk voor mijn gevoel alles goed ging. Dan gaan we MXK van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. Weer een 5,5, meer verschiltoon. Ik kan je wel vertellen dat ik hier ook wel eens een 4 en een 3 voor gehaald heb. Dus een 5,5 vind ik al heel best aardig.
A, afwenden, daarna arbeidsstap. Dan krijg ik ook een 5,5 voor. Staat helaas niks bij, want ik had wel willen weten wat ik dan fout doe. En dan tussen X en G halt houden en groeten. Daar krijg ik een 7 voor. Totaal een tot punten 190. En ik had daarmee de tweede plaats gekregen. Dus daar was ik heel blij mee. En hier ben ik heel emotioneel, maar dat zie je helaas niet.